Wat de stationstuin bijzonder maakt, is dat het op een mooie locatie zit in de stad, dichtbij het station. Het zijn 3 blokken die we bouwen. 1 blok is sociale huurwoningen, 1 blok zijn koopwoningen en nog een blok met vrije sectorwoningen. In een groene setting, parkeren achter Hagen en van een respectabele hoogte voor Barendrecht van 4 tot 5 hoog. Conceptuele hoogbouw, dat is werken vanuit een standaardwoning. Vanuit die basisplattegrond kunnen ze dus heel snel een woning ontwikkelen en een prijs afgeven. Er is heel veel bekend in seriematig bouwen, dus uiteindelijk bepalen wij de vormgeving. Het is prettig als het systeem al redelijk bekend is. Daaruit heb je nog zoveel vrijheden, dat is onvoorstelbaar. De kwaliteit die borgen wij middels onze vaste partners. En daardoor weet je van elkaar wat je aan elkaar hebt. En dat is een heel gestroomlijnd proces. In eerste instantie is de ontwikkeling geweest met gasketels. Door de nieuwe wetgeving moesten we hier schakelen van een gasketel naar gasloze appartementen. En dat is een redelijk snelle ontwikkeling geweest. We hadden natuurlijk het voordeel dat wij in onze laagbouwwoningen al heel veel van deze technieken toepassen. En die zijn eigenlijk doorgekopieerd naar de appartementen. En het verschil is, ja, je hebt nu geen gasketel meer in je technische ruimte van je appartement, maar er zit een binnenunit van een luchtwaterwarmtepomp. En op het dak hebben we een stukje techniek toegevoegd. Een buitenunit van een luchtwaterwarmtepomp. Plus een hele batterij aan PV-panelen om aan je EPC te komen. Natuurlijk heeft het systeem portiekbouw en galerijbouw. Maar heel snel hebben we de galerijbouw ingezet. Dat is echt een keuze geweest die aan tafel ontstaan is. Al schetsend met elkaar. Wat mij betreft kan het nooit snel genoeg gaan. In het schakelen, heen en weer. Wij zijn in december begonnen met het heiwerk. En we hebben afgelopen week onze eerste tunnels gestort. En wij verwachten dat we tegen de bouwvak klaar zijn met onze geveldakploeg. Dus dat betekent dat de afbouw al in volle gang is. En de metselaar die zal tegen die tijd ook al heel eind gevorderd zijn. Ja, wat ik heel erg leuk vind is dat we met een hele leuke groep mensen elke keer weer op een project zitten. Ja, van niets iets maken. Er zit iets in van ik ga het huis bouwen, ik ga het gebouw maken. Die trots zit in de bouwwereld bij iedereen in.